na een oorcorrectie met de bedoeling om de stand van de oorschelp te veranderen, omdat mensen ervoor vinden dat die te ver van het hoofd staat, dan wordt het litteken meestal aan de achterkant van het oor gemaakt. En het is een litteken, maar daar is niet veel van zichtbaar. En het is via de achterkant dat we dan proberen het oorskelet zo te vervormen dat die oorschelp weer netjes tegen het hoofd aankomt.